Op de kraak van de kerk van Beers is vrijdagmiddag een nieuw informatie- en documentatiecentrum over staten en stinsen in Friesland geopend. Hier zijn alle historische en wetenschappelijke gegevens over deze gebouwen gebundeld en op eigentijdse wijze toegankelijk gemaakt. Het centrum is ontworpen door Beb Mulder uit Leeuwarden. Het initiatief komt van de stichting Tjerke en Uniastaten Beers, dat al sinds eind jaren 90 bezig is een toegankelijk informatiecentrum te worden over Friese staten en stinsen. Volgens de stichting is er sprake van een groeiende belangstelling hiervoor. Een informatiecentrum voor staten en stinsen in Friesland. Ja, een bezoekerscentrum hebben we hier ingericht en dat hebben we nu uitgebreid met een mediatheek, zoals wij dat noemen. Dat is een ruimte achter het orgel van de kerk. En hebben we hem helemaal opnieuw ingericht om daar met nieuwe middelen zoveel mogelijk informatie te geven over status en stinsen in Friesland. Het is klein maar fijn. Ja, het is een heel kleine ruimte, want het is iets van 5x5 of zo, of 5x6, ik weet niet precies. Maar we hebben het heel leuk en genoeglijk en à la status en stinsen ingericht. Wat kun je hier allemaal te weten komen? Nou, in principe is het de bedoeling dat wij hier uitgebreide informatie laten zien via dvd's, via de computer. Alles wat je te weten wil komen over status en stinsen in Friesland. En dat doen we met de internetverbinding, we doen het met boeken. Een bibliotheek gaan we inrichten en uitbreiden steeds. En steeds audiovisueel materiaal ontwikkelen. Als je wat wilt weten over status en stinsen, dan kun je hier terecht. Ja, dan kun je hier terecht. Status en stinsen in Friesland, hè? Ja, daar zijn wij op gespecialiseerd. Dus wij weten in principe alles, of we weten niet alles, maar hier is alles te vinden op dat gebied, ja. Kunt u in vogelvlucht wat vertellen over staten en stinsen in Friesland? Hoe is het daarmee? Nou, dat komt steeds meer in de belangstelling te staan. Er waren vroeger heel veel staten en stinsen in Friesland, wel een paar honderd geloof ik. Daar zijn er nu nog een paar van over. En een stuk of 8 of 9 zijn nog toegankelijk voor het publiek in Friesland. En die kunnen middels fietsroutes en bij de VVV kun je informatie krijgen. Kun je daar van alles over te weten komen en ook op bezoek gaan. Is Friesland uniek wat staten en stinsen betreft? Nee, niet uniek. Want er zijn natuurlijk in heel Nederland veel gebouwen die door de adel bewoond werden. Dus daar zijn we niet uniek in. Maar wij zijn als bezoekerscentrum gespecialiseerd in de status en stinsen in Friesland. Er is een hele mooie dvd-productie te bekijken hier, dacht ik. Dat is jullie paradepaardje? Ja, dat zijn 2 dvd's. Die gaan over de status en stinsen in Friesland. Maar die dvd's die zijn uitgegeven en ontwikkeld door de stichting Status en Stinsen. Dat is nog een aparte stichting. En die houdt zich bezig met de overkoepelende belangenbehartiging van de status en stinsen. En die hebben 2 dvd's uitgebracht. Waarin de nog toegankelijke status en stinsen op vertoond worden. Waarom zit het eigenlijk in Beers? Nou, dat is een initiatief geweest van de gemeente Littinstradiel. Die zijn jarenlang bezig geweest om de stins die hier op het terrein de Uniastaten staat. Om die hier weer als luchtspiegeling weer terug te laten komen. En ze wilden daar een toeristische attractie van maken. En toen is er een stichting opgericht die daarvoor moest gaan zorgen. En toen hebben wij gezegd als stichtingsbestuur van nu gaan wij ook Beers promoten als als het bezoekerscentrum van Friesland over staten en stinsen. Destijds kregen we loonkostensubsidie om iemand aan te stellen daarvoor. Dus wij zijn in principe de enige status en stinsen bezoekerscentrum wat eigenlijk in de zomertijd het hele dag geopend is. Dus alle dagen van de week. Wie betaalt dit? Nou, in principe uit eigen inkomsten. Plus dat we een loonkostensubsidie hebben voor de beheerder van dit bezoekerscentrum. En de Stichting Orde Friese Tjerke, die stelt de kerk gratis beschikbaar om dit bezoekerscentrum te exploiteren.